is the Jasper Experience on Common Sense. Een hele goede dag en goed dat je kijkt naar het Gezond Verstand Gesprek hier op Common Sense TV. En vandaag hebben we weer een hele belangrijke gast in de studio die we graag op een verlengstukje zetten. Want ja, als je iets goed doet, een bal in je broek toont, dan wil je weer graag in de studio uitnodigen voor een heel goed gesprek. En vandaag in de studio hebben we Clint van Hoven van Dutch for Freedom. Yes, hoi. Clint, welkom hier in de studio. Ja, dankjewel. Ja, de reden waarom ik je in de studio heb uitgenodigd is, je kwam bij, het leek vanuit het niets. Dus het eerste wat we je mee hebben gemaakt is bij, zover ik dat in kan zien, maar daar willen we straks al alles over weten, bij het Prinsjesdag protest. We keren de rug ertoe. Ik heb je gezien in Den Haag, volgens mij was het op 2 oktober. Stond je op het podium samen met de Belgen. En op dit moment doe je wat acties voor de Tweede Kamer, waar ik smakelijk om kan genieten, want wat je doet is best goed. Ja, Clint, vertel je verhaal. Waar kom je vandaan? Want volgens mij zijn daar wat vragen over in het algemeen. Van waar komt Clint in één keer vandaan? Ja, nou, ik ben dus geboren in België en mijn moeder is gelijk na mijn geboorte getrouwd met een Nederlander. Oké. En school eigenlijk vrij makkelijk doorgelopen, technische opleiding gevolgd, eerst als draaier en frezer gewerkt. Oké. Daarna bleek wel dat ik iemand was die van afwisseling hield, dus ik heb heel veel voor uitzendbureaus gewerkt. En heftruckchauffeur, kraanmachinist, ik heb in de airco's gezeten. En toen eigenlijk zag ik een baantje als vertegenwoordiger om waterbedden te verkopen. Oké. En het was niet mijn product, maar ik had wel zoiets van, ja, auto van de zaak en als jong binky, dit is wat ik wil doen. Oké. En toen ben ik eigenlijk in de verkoop van kozijnen terechtgekomen. Dat heb ik vrij succesvol gedaan. Uiteindelijk ook uitbouwen erbij, serres, dakkapellen. En ik ben eigenlijk een jaar of 15 commercieel geweest. Ja. En uiteindelijk gingen de meeste bedrijven waar ik voor werkte, die gingen failliet. Dat lag niet om mij, maar de opkomst van internet... Die zorgden ervoor dat mensen gewoon andere markten gingen aanboren en toch op zoek gingen naar de goedkoopste, wat niet altijd de beste was. En ik verkocht graag kwaliteit, maar die markt werd eigenlijk steeds slechter. Ja, precies. Nou, toen ben ik teruggevallen op de techniek. Tata Steel gewerkt, ook als pijpfitter gewerkt, fotolasser. En uiteindelijk zag ik eigenlijk dat ze vrachtwagenchauffeurs zochten en toen heb ik mijn rijbewijs gehaald voor de vrachtwagen. Dat is ook een van de laatste banen die je ook gehad hebt, toch? Dus als laatste werkte je als vrachtwagenchauffeur. Ja. Maar je doet nu niks. Wat is er in de tussentijd gebeurd? Want van vrachtwagenchauffeur tot aan de Tweede Kamer staan. Wat is er gebeurd? Waarom ben je gestopt ermee dan? Ja. Nou, ik had eigenlijk vroeger, ik interesseerde me eigenlijk niet voor politiek. Mm-hmm. Ik had zoiets van stemmen heeft toch geen nut, je kan het verschil toch niet maken. En op verjaardag, ik handelde best wel veel op de beurs als daytrader in mijn vrije tijd. Okay. En dan volg je gewoon ook de Amerikaanse president. Ja, en toen kwam Donald Trump in één keer. En ik volgde zijn speeches. En toen zag ik in één keer op tv dat het bij Jinek en bij Humbert de Tam volledig uit zijn verband werd getrokken. Er werden gewoon dingen verdraaid. En ik dacht van, oh, maar wacht even. Dit heb ik vandaag niet gezien. Ja. Dit zit heel anders in elkaar. Nou, en dan ga je natuurlijk verder wat onderzoeken en kijken hoe alles werkt. En dan kom je eerst natuurlijk bij Janet Osbaard, bij Fall of the Cabal kom je terecht. Echte eye-opener. Ik heb toen wel dat Pizzagate aardig gevolgd. Je merkt ook dat mensen op je afhaken als je daar te veel over doet. Ja, je duikt er meteen al diep in. Ja, en toen kwam in één keer corona. En ik was heel erg in paniek. Toen ik in december eigenlijk al die beelden zag vanuit China. Okay. Want op Twitter was ik dus ben je ook heel actief om alle beursnieuws te volgen, alle signalen uit de wereld. Je kreeg het allemaal in je feed en je zag dat daar een heel groot probleem was en je dacht, oh. Ja, ik zag allemaal mensen dood neervallen op straat. Ik dacht van, wat is hier onderhand? En je denkt, een virus, ja, virus is slecht, dat heb je geleerd vroeger. En eigenlijk de familie ontwaarschuwen, iedereen verklaarde me voor gek. Maar toen was het februari en toen begon ik eigenlijk een beetje door de leugen heen te prikken. En toen het in Nederland begon, toen had ik al lang in de gaten van, dit klopt niet. En door mijn verkoopopleiding zag ik dus ook inderdaad het hele circus dat werd opgetuigd.
de communicatieve vaardigheden eromheen. En je denkt, ja, dit merk ik. Klopt. En dan, doordat ik ook op de beurs handelde, kreeg ik ook op een gegeven moment filmpjes van verplegers. Nou, die verplegers zeiden dus, mensen liggen onder verkeerde beademing. En ja, mensen geloven je niet. Dus je gaat meer onderzoeken, je gaat bewijzen zoeken. En zo ga je eigenlijk van de ene rabbit hole ga je naar de andere toe. Kom je op remdesivir terecht. En ik was eigenlijk heel actief met alleen maar dingen te delen op Facebook. Mm-hmm. Nou, dan krijg je uiteindelijk de censuur en steeds meer eigenlijk Facebook jail voor 30 dagen. En toen in één keer zag ik op Facebook voorbij komen de defend groepen. Ik dacht van, dat is wat. Dat is een mooi initiatief. Want je liep er tegenaan. Weet je? Je zag iets en het klopte niet. Je wilde wat mensen informeren en je werd een beetje gecensureerd. Je werd een banden gelegd. Ja, nog steeds gebeurt dat natuurlijk. Maar goed, dus je loopt tegen de lamp aan. En vervolgens kwam er een groep voorbij waarvan jij denkt, nou, volgens mij zijn die jongens en meisjes hetzelfde wat ik erin denk. En toen ben je daar samen gaan voegen. Ja, want ik wilde heel graag het verschil maken. Mm-hmm. En de boerenprotest had ik ook al gevolgd. Was ook nog voor corona. En dan zag je inderdaad al de klappen vallen. En toen zag je bij de demonstranten de klappen vallen. En je zit dan achter je scherm je zo op te vreten. Je wilde echt wat dan gaan doen. En toen kwam in één keer dat mooie initiatief Defend voorbij. Dus toen heb ik een berichtje gestuurd. En toen heb ik een gesprek gehad met een van de leden. En heb ik een tijdje bij Defend gezeten. Ja. Maar als we erover nadenken, het Defend is wel, natuurlijk is dat een beetje mainstream media, maar ook een beetje wat we op de social media krijgen, het is wel een harde lijn. Wat die jongens doen, althans zoals het overkomt, hè? Ja, maar ik vind het een hele pure lijn en ik hou van dat pure. Het zijn misschien rouwdouwers, maar het zijn eerlijke jongens. En iedere jongen die erbij zit, die staat er absoluut niet voor zichzelf, maar die staat er om demonstranten te verdedigen. En dat vond ik toen, en nu nog steeds, een van de mooiste initiatieven. Die jongens gingen echt de klappen opvangen voor de demonstranten. Want we zagen op tv, en dat was een beetje in de periode dan, denk ik, als ik dat zo terug moet kijken, dat Mark Rutte vertelde dat de mensen die op het Malieveld aan het demonstreren de doorgesnoven hooligans waren die aan het relschoppen waren. Ja. En die ventgroepen zijn die tijd opgekomen, of een beetje bij elkaar samengevoegd om daar tussenin te gaan staan. Dus tegen het klappen vangen van opa's en oma's die voor hun rechten opkomen tijdens een demonstratie. Dat. Ja, eigenlijk, het is los zand. Dus het is eigenlijk geen groep, er is geen directe leiding. Maar het zijn allemaal jongens die zoiets hadden van, oké, hier worden klappen uitgedeeld, onterecht. Ik vind hier wat van, ik wil hier wat mee gaan doen. Ja, en die hadden zoiets van, ik ga er gewoon tussen staan. En dat zou eigenlijk iedere kerel moeten doen in mijn ogen. Nou, hè? Ja. Maar goed. Nou, toen reed ik op de vrachtwagen in België. En toen hoorde ik dus in één keer van de mondkapjesplicht in België. Dat kinderen vanaf 6 jaar oud een mondkapje op moesten en heel de dag. Ja, want even tussendoor, dat realiseer ik me nu pas. Want de vrachtwagenchauffeurs in die periode, die mochten niet bij tankstations plassen. Ze mochten nergens niet naar binnen. Als ze moesten laden en lossen, moest dat mondkapje op. Dan kwamen je bij bedrijven. Dus in het begin, dat was het voordat buschauffeurs een beetje, was dat best wel een groep die werd weggedrukt. Terwijl het transport wel moest doorgaan. Ja, ik heb hem nooit opgehaald. Ja. Ik heb hem eigenlijk altijd pertinent geweigerd. Ja, nou heel verstandig. Ik heb het bedrijf waar ik zat, ben ik zelfs even een paar weken van tussen geweest. Want daar moest je in het gangetje voorbij de planning. Daar moest je dan een mondkapje opzetten en dan moest je hem bij de koffietafel, moest je het mondkapje weer afzetten. Ja. Dus ik heb altijd gezegd, daar doe ik niet om mee. En dan 2 weken later werd ik gebeld en of ik terug wou komen. En ik hoefde geen mondkapje op te zetten. Ja. Nou ja, dat is een beetje een zijtakje natuurlijk, wat we horen vanuit de, of het nou de NS is, of dat het wat anders is, het personeelstekort denk ik. Dus mensen die daar wat van vinden, die lekker thuis gaan blijven zitten. Ja. Goed, dus van vrachtwagenchauffeur en die vent, tot aan dat de baan er niet meer is, je hebt flink gespaard en je bent verder gegaan, want ja, je wilde meer je stem laten horen, begrijp ik. Nou, ik ben nog wel best lang doorgereden op de vrachtauto. Mm-hmm. En ondertussen had ik dus inderdaad mijn projecten. Ik heb een flyer gemaakt, dus voor die mondkapjes in België. En daar wilde ik eigenlijk op een hele zachte manier leraren en lerares erop wijzen dat het belang van het kind altijd op de eerste plaats moet komen. Ja. Dus ook als ouder, als je kind afgeeft op school, dan moet je er gewoon op kunnen rekenen dat de juf of meester het altijd het belang van het kind op de eerste plaats zet. En dat is een vrije, ik heb er echt op zitten zweten, maar het is een aardige tekst geworden.
En door die tekst eigenlijk, die flyer, de eerste dame die een pakket bestelde, want ik stuurde ze vooral op naar België, die flyer is dus bij Veerle gekomen van V-Media. Die zit dan weer aan Hans Blankaart verbonden. Dus zo ben ik daar dan weer terecht gekomen. Er is ook nog een tweede flyer geweest. En er is ook nog een, dat we de verkiezingen gevolgd hebben. Toen is www.landverraders.eu ontstaan. Dus ik ben heel erg zoekende geweest, vooral van ja, wat kan ik nu doen om het verschil te gaan maken. Ja. Je ziet gewoon heel veel dingen die niet kloppen. Wat is mijn rol in het verhaal, wat kan ik goed en waar wil ik heen? Nou, die zoektocht snap ik heel goed. Ja, dus, en dat is bij mij ook. Ik heb best wel veel verschillende dingen geprobeerd. Het zijn ook allemaal kleine succesjes. Het ene wat minder en het andere wat meer. Mm-hmm. Maar het is echt een zoektocht. Je ziet wat en je denkt van, joh, ik ga erop aanhaken. Nou, we moeten het wiel opnieuw uitvinden. Hè? Want wat wij aan het doen zijn als Common Sense, maar ook de alternatieve kanalen. Maar ook de mensen die aan het demonstreren zijn, maar ook politieke bewegingen. Die moeten een nieuwe weg vinden in het verhaal van hoe noem je dat? Wat vinden wij, wat kunnen wij goed en hoe kunnen wij onze weg bereiken om ons einddoel... Het is ook een beetje de rol in het geheel, want iedereen heeft gewoon een belangrijke rol in het geheel. Precies. Los van een paar profiteurs misschien die ertussen zitten, maar de meeste mensen zijn echt met goede intenties bezig. Maar de een doet dit op zijn manier en de ander doet dat op zijn manier. Ja. We moeten echt allemaal naast elkaar lopen. Ja. En ook soms, dan maak je gewoon gebruik van elkaar. Zoals ik bijvoorbeeld met mijn Prinsjesdagactie bij Welsmet heb gezeten. Je maakt gebruik van de social media. Maar je moet in mijn ogen, moet je gewoon elkaar echt heel erg versterken. Ja. In plaats van, ja, dan kom ik op het volgende eigenlijk. Dat je elkaar niet naar beneden moet praten. Want iedereen is gewoon goed bezig. Maar het is wel voor iedereen ook een zoektocht. Wat is mijn rol in het geheel? En welke kant ga ik op? Als je teams bouwt, dus er is een bedrijf die teams bouwt, dan heb je verschillende mensen nodig. En dus zo kan je ook dingen vooruit. Maar ik denk ook in onze wereld, en dat is wat ik vaker ook zeg, van ja, misschien is het ook handig om als iemand iets goeds doet, om daar de ruimte voor te gunnen. Weet je wel, misschien ben je het dan wel niet 100% met elkaar eens, maar kom je voor 95% overeen, ja, gun die meneer of die mevrouw even de ruimte. En samen kunnen we het helemaal goed doen. Ja, en ik denk ook dat het wel heel belangrijk is. Want wat jij nu zegt is eigenlijk de spijker op de kop. Ja. Je moet elkaar gewoon versterken. Ja. Je moet echt niet meer op iemand op zijn verleden gaan kijken. Of die persoon wel helemaal mag. Een paar uitzonderingen daar natuurlijk. Maar de meeste, hoe moet ik dat zeggen? Ik ben hem even kwijt. Nou ja, dat je elkaar nodig hebt. Dat je elkaar nodig hebt in het verhaal. Dat je natuurlijk dat je elkaar de ruimte gunt om het verhaal te vertellen natuurlijk. Dus ja, ik weet hem ook. Het is, de mensen moet je selecteren die eigenlijk allemaal hetzelfde doel hebben. Het hoofddoel moet gewoon zijn bij iedereen. Dat we een mooiere wereld willen voor iedereen. Waar iedereen gewoon een mooi leven kan leiden. En vooral ook de kinderen het allerbelangrijkste. Ja, want dat vind jij... In vrijheid kunnen leven. Dat vind jij het belangrijkste. Hè? Dus dat als je gaat kijken van waarvoor doe ik het niet voor mezelf, maar ik doe het voor de kinderen blijkbaar. Je hebt kinderen zelf ook, toch? Ja, ik heb zelf 3 kinderen. Ik heb een dochtertje van 3. Ik heb er eentje van 6 en eentje van 9. Oké. Okay. Ik zeg altijd, ze komen wel goed terecht met een papa zoals ik. En de moeder is ook een vrij sterke vrouw qua karakter. Alleen, ik wil dus dat die in een vrije wereld opgroeien. Maar dat ze daar ook hun eigen keuzes in kunnen maken. En niet beïnvloed worden in de keuzes die ze willen maken. En ik wil dat niet alleen voor hun, maar ik wil ook dat alle andere kinderen in zo'n wereld kunnen leven. Want alleen mijn 3 kinderen in een vrije wereld, daar hebben ze ook niks aan. Ze hebben gewoon sociale contacten nodig. En ja, ze moeten gewoon... zelf de mens worden, waar dan ze voorbestemd zijn. Wat ik altijd heb, dan kijk ik terug naar mezelf en dan denk ik, de vrijheden en de dingen wat ik in het verleden heb meegemaakt, maakt me tot de persoon dat ik nu ben. Ja. En dat gun ik ook de rest. En ik heb zelf geen kinderen, maar ik kan me voorstellen dat andere mensen dat wel ook gunnen aan de kinderen en aan de rest in de vrije wereld. En je zo te ontwikkelen dat je denkt, dit is de manier om in het leven te staan. Dat is misschien ook de reden waar je tegenaan staat. Dat ik merk ook dat je af en toe zegt van de mainstream media vertelt slecht het verhaal of de andere kant. Hoe zit je daarin dan? Nou, ik wil sowieso altijd beide kanten van de plaat horen. Ja, waarom? Op de B-kant is vaak de hit en op de A-kant is meestal de iets slechtere plaat. Mm-hmm. Maar ik wil ook zelf kunnen nadenken over dingen en zelf een beeld kunnen vormen. En ik weet zelf ook, want het is eigenlijk een reis die we allemaal maken van de laatste 2 jaar.
ik merk wel dat op het moment dat je bijvoorbeeld voor in een demonstratie zit met een vissershoedje op, heb je een hele andere beleving als wanneer dat je in het midden van die demonstratie hebt gelopen bijvoorbeeld. Dus perceptie is echt wel een heel belangrijk ding. Maar het kan ook tegen je gebruikt worden door de regering, want ze creëren echt een perceptie voor je. En ik denk gewoon dat het heel belangrijk is om daar altijd goed over na te denken. Goed, dat is een beetje mijn manier nu. Dat is hetzelfde. Dat is de reden, en ik heb het wel in een gesprek eerder met je gehad op straat. Van dat is ook de reden waarom wij er zijn en waarom wij uitzendingen maken. En omdat je dan ook de andere kant van het verhaal. En je hoeft ons niet te geloven of het te vinden. Maar misschien is het af en toe verstandig om ook naar ons te luisteren. En naar de mainstream media. Zodat je inderdaad gewoon je eigen verhaal of je eigen gedachtegang kan maken bij de punten die worden aangedragen. Ja, maar je ziet ook het verschil. Als je nu naar Common Sense kijkt, of je kijkt inderdaad naar een black box, ze laten de mensen daar nog echt uitpraten. En als je gewoon kijkt naar de normale media, voor mij is het nu de abnormale media. Als je naar een Jinek gaat kijken, of de oude media. Er wordt dan één tegengeluid neergezet en dan gaan ze met vier geluiden die ze willen horen, gaan ze dat tegenover zitten. Daar is het op, ja. En dat is gewoon hetzelfde met het nieuws. Het is allemaal zo gecreëerd, ze willen allemaal een verhaal vertellen. En ze zoeken eigenlijk het nieuws bij het verhaal dat ze willen vertellen. Nou, daarom zit ik dus inderdaad liever bij de eerlijke media, want daar heb je gewoon een eerlijk verhaal. Het is af en toe een beetje minder opgepoetst, het is een beetje rauwer misschien. Maar mijn ogen zijn wel heel erg open gegaan de laatste jaren. Nou, in ieder geval heel goed dat je het doet. Ja. We zien je hier in bedrijfskleding staan. Banners voor Free Speech. Strijdkleding. Ja, precies. Ja. Precies. Daarvoor hoorden we al landverraders.eu. Ja. Dat was eigenlijk je zoektocht. Wat kan ik doen? Waar wil ik heen? Wat wil ik bereiken? En van daaruit ben je eigenlijk nu de organisatie of de naam veranderd in Dutch for Freedom. Ja, klopt. Oké, okay, en onder, dus Clint van Hoven werkt onder de naam Dutch for Freedom. Ja, klopt. Dat heeft ook weer te maken met die zoektocht. Mm-hmm. Dus ik had eigenlijk, om die censuur voorbij te komen, heb ik toen Banners for Free Speech gemaakt. En het idee was om websites te maken en dan met spandoeken op viaducten te gaan staan. Okay. Dus eentje daarvan was verwijderyourqr.nl. Okay. Nou, dat plan is heel lang blijven hangen eigenlijk. Ik heb er meerdere websites ook onder gehad. Maar uiteindelijk merk je van, oké, dit moet ik toch een beetje gewoon aanpassen. Dat is dan dat groeiproces dat je in zit. Mm-hmm. En uiteindelijk heb ik dan even met Samen voor Nederland gezeten. Ik heb een heel harde verbinding opgezocht met België. En daar heb je Belgiums for Freedom. Nou, ik heb de laatste demonstratie, kreeg ik zo'n, ging gewoon mijn vlinders in mijn buik weg. Zo fijn was het. Dat was op 2 oktober in Den Haag? Ja, die was ook leuk, maar ik heb het over degene die dit weekend was in België. Ja, precies. Laten we even gaan, een van de redenen is dat Clint hier zit, is dat ik hem heb gezien staan bij Prinsjesdag. Ik heb hem horen spreken op het podium op 2 oktober in Den Haag. Ik heb hem mee zien lopen in de grote demonstratie in België van het weekend. En nu dan sta je voor de Tweede Kamer. Maar laten we eerst even beginnen bij het begin. Je zat bij Café Weltmerts en je kondigde daaraan, we keren Den Haag de rug toe met Prinsjesdag. Vertel daar eens wat over. Ja. Nou, er waren sowieso meerdere groepen die een actie hadden die dag. Want mijn actie was dus inderdaad van, oké, we gaan de koning de rug toe keren. Mm-hmm. Dat was Watch My Back. Nou ja, waarom ik het ook, ik weet niet of er meerdere groepen, dat heb ik niet zo helemaal goed begrepen. Maar ik stond op dat moment, ik zag dat de uitzending voorbij komen van Café Weltmerts, waar je erin staat en het ging vertellen. En ik denk, jeetje, wat een slimme actie, want het is een heel groot podium wat je kan bereiken. En als je het verstandig en goed doet, kan je daar als een soort van winnaar uit de bus komen. En wat er gebeurd is, is gebeurd, maar dat zou, het was wel een succes. Ja, het was, kijk, als je zo'n actie doet, moet je constant schakelen eigenlijk. Het is constant zoeken van hoe pak ik het nu goed aan. En als je dan eenmaal ter plaatse bent, op het moment dat het moet gebeuren, dan moet je nog van alles aanpassen. Ja. Maar ik had op een gegeven moment in mijn hoofd inderdaad begon de koning de rug toe keren als statement. Het was een beetje op Biden, ik had ooit een filmpje gezien, dat het leger hem ook de rug toe keerde. Dus ik van, dit is wel een mooie voor mijn Prinsjesdag. Ja. Nou, ik had toen mijn eerste vergadering bij Samen voor Nederland. En daar krijg je gelijk een heel mooi platform. Café Welsmet, die heeft toen een kort interview met mij gedaan. Ik ben het zelf heel erg aan pushen op internet.
En ja, dan val je eigenlijk van het een in het ander en dan krijg je heel veel aansluiting van mensen. En ja, dan moest ik het nog precies gaan uitstippelen. Want ik zat dus inderdaad bij demonstraties dat die in Den Haag heel vaak opgebroken worden. Ja. Dus ja, Den Haag heeft een hele nare smaak gekregen. Zeker nadat de mensen van het Malieveld in het begin met het doorgesnoken voor Lucas. Dus mensen hebben altijd het geweldsniveau is ook wat hoger bij politie rond Den Haag en Rotterdam. Dus mensen hebben altijd sinds die periode een beetje zoiets van oeh, Den Haag, Den Haag. En sommige mensen vinden ook extra dat je daar juist moet ontstaan. Hè? Dus je hebt ook... Ja. Maar ik dacht van oké, wat kan ik doen? Even creatief ermee zijn. Oké, op eigen titel. Ja. En uiteindelijk dacht ik van, weet je wat, het is niet eens een demonstratie, want ik draai gewoon mijn rug om als de koning voorbij komt. Ja. Dus dat hoeft niet als demonstratie te staan. Ja. Maar dan probeer je toch een beetje geheimzinnig te houden. Je krijgt wat rolletjes over je heen die actie naar beneden proberen te halen. Maar uiteindelijk krijg je de lift en dan ben ik de locatie gaan uitzoeken. En per toeval stonden we in de bocht waar Beatrix zat en... ja, de rest is eigenlijk, wij stonden precies op de goede plek. De NOS die stond daar. Achteraf dacht ik erover na, dat is natuurlijk om... het shot van Beatrix te krijgen. En toen organisch uit de groep, want ik wilde ze eigenlijk alleen maar de rug toekeren, is iedereen beginnen joelen en met vlaggen. En ik denk van ja, dan moet je schakelen, dan moet mensen ook zeker niks verbieden. Nou, toen hebben we nog een tweede ronde gedaan toen ze terugkwamen. Mm-hmm. En toen kwam vanuit de groep het idee van we gaan ook nog naar de balkons. Ja. Dat had ik zelf nooit bedacht, maar ik twijfelde heel even en toen heb ik eigenlijk iedereen opgetrommeld. We zijn met z'n allen bij de balkonscène gegaan. En, nou, en dat hebben we vreselijk, hartstikke veel in het nieuws natuurlijk gezien. Ja. We hebben het op de tv gezien, we hebben het op de mainstream media gezien. Maar het heeft ook handen en voeten gegeven aan de mensen uit de politiek. Want ze hebben het ook voor de voeten kunnen gooien van Mark Rutte. Ja, en dat vond ik een hele mooie. En daarom denk ik ook dat acties heel belangrijk zijn. Mm-hmm. Want je ziet dus Pepijn van Houwelingen was het volgens mij. Die zette het eigenlijk heel mooi in een van de debatten. Hij zegt van de mensen zijn ontevreden. We hebben weer Prinsjesdag gezien dat mensen de koning de rug gingen toekeren. Ja. Dus we hebben hem eigenlijk een hele mooie munitie gegeven om het kasteeltje van Rutte's kartel onder een paar muren uit te slopen. En daarom is het ook altijd zo belangrijk. Wees creatief, doe leuke acties. En als je actie het nieuws haalt, ja, dan kan de partijen die ons wel goedgezind zijn, die kunnen het dan nog op een goede manier inzetten. Zeker. Nou, vervolgens dus, we hebben Prinsjesdag hebben we gehad. En vervolgens stond je op het podium op 2 oktober in Den Haag op het Koekamp. Samen met Hans Blankaert vanuit België. Ja. Kun je daar een beetje nog wat over vertellen? Ik heb je natuurlijk ook gesproken op dat moment. Ja. Een klein interview, maar ik denk dat de mensen er wel geïnteresseerd in zijn. Ja. Vertel hoe dat is voor je gegaan. Nou, ik had de eerste keer dus door die flyer ben ik dus in België terechtgekomen op een podium. Dat was mijn eerste keer dat ik de mensen eigenlijk toesprak. Was heel klein. Was in Gent, Citadelpark. Okay. En Hans Blankaert was er ook. Ik kende heel die man niet. Maar na mijn speech is hij eigenlijk de haka gaan doen daar. De oude versie. Mm-hmm. Ja, dat deed hij zo. De haka is hetgeen waar mensen dan op te klappen. Op de muziek. De Viking Club, de haka. Dat is eigenlijk hetzelfde. Okay. Maar hij haalde heel leuk de kinderen daarbij. En dat deed hij zo fantastisch. En dan hebben we eigenlijk via Facebook af en toe een beetje sporadisch contact gehad. Ik ook vooral met Vele. Want dat was degene die mijn flyer toen... in handen had gekregen en eigenlijk altijd op een laag pitje. Mm. Totdat ik dus bij Samen van Nederland kwam. Ik dacht van ja, eigenlijk moeten we ook gewoon de bellen uitnodigen. Ja. Nou ja, dat heb je heel goed gedaan. En ik dacht ook, denk ook dat die verbinding ook heel erg goed is. Ja, en dat was ook het idee eigenlijk. De vlag uitwisselen, een mooi beeld op het podium. Mm. En ook iemand die echt recht vanuit zijn hart spreekt, want dat vind ik zo mooi. Mm. Kijk, kom je uit Groningen heb je misschien een beetje moeite met het verstaan. Maar ik vind het gewoon een geweldige kerel. En alles in wat ik voel bij hem is dat hij ons zo ontzettend puur is. En eerlijk en zich zo keihard inzet. En is ook bereid om alles kwijt te raken. Het interesseert hem echt niks. Ja. Nou ja, de optie is natuurlijk ook, al bij niks doen voelt het ook alsof we alles gaan kwijtraken. En er is al best wel wat aan grondrechten in beperkingen wat van ons afgenomen. Dus Ja, maar je ziet het onder horeca, je ziet het onder middenstand, je ziet het onder boeren. En diezelfde problemen hebben ze in België ook. Ja. Dus ik denk eerst dat het heel verstandig is om inderdaad meer die verbinding nog op te gaan zoeken. Ja. Je kan het van elkaar leren. Ik heb daar gezien hoe hun een demonstratie doen. Dat vond ik ook een hele leuke manier. Ja. En het is gewoon, het is een sfeer en het is verbinden, verbinden, verbinden. Goed. En je ziet ook in België dezelfde problemen als in Nederland. Je ziet over de hele wereld dezelfde problemen. Overal schiet het, in elke westerse wereldland zien we dezelfde problemen. Of dat nou in Europa is, of dat het nou in Canada is, of in Australië is. Ja, maar ik bedoel ook in het demo-wereldje. Je ziet heel erg heers en verdeel zie je nu. Je ziet het wantrouwen naar elkaar.
bij veel is het vertrouwen weg. En ja, de reden dat ik nu dus inderdaad, mijn contract is afgelopen op mijn werk. Maar ik ben inderdaad heel fanatiek, want ik wil gewoon dat iedereen weer keihard voor die vrijheid gaat. Ja, is tekenend voor je. Ja. Dat vind ik tekenend voor je, dat je de ruimte hebt genomen en je weet dat je erop op achteruit gaat, maar dat je het zo belangrijk vindt. Ja, daar kan ik alleen maar respect voor hebben. Dan, dat was 2 oktober op het podium met de Belgen. En vervolgens kwam je met de actie voor de Tweede Kamer. Je wilde voor de Tweede Kamer gaan demonstreren. Ja, klopt. Dat was maar je mocht niet. Nee, klopt. Maar ik had Prinsjesdag gehad natuurlijk. En dan ga je een beetje verdiepen in de rechten daar. En ik dacht van, weet je wat, we gaan nog een stapje verder. Ja. En ik wil gewoon voor die Tweede Kamer staan om te gaan demonstreren. Want de Tweede Kamer is het bolwerk. Het linkse bolwerk waar alles tegen ons gebeurt wat tegen ons gebruikt wordt. Ja. Nou, de Tweede Kamer is gewoon de plek waar je je stem moet laten horen. Ja. En ook omdat demonstratierecht zo hard geschonden wordt in Den Haag, wil ik dat ook een beetje gewoon blootleggen eigenlijk. En? Zodoende ben ik op vrijdag daar gestaan. Ja. Ik had op het hoogtepunt 35 mensen en toen vond de burgemeester het niet meer zo leuk. En dan wordt er gevorderd om weg te gaan. En terwijl er niks aan de hand was. Er is niks aan de hand, er is ruimte genoeg daar. De gezondheid van de demonstrant is niet in gevaar. De verkeersveiligheid is niet in gevaar. Er treden geen wanordelijkheden op. Dus ja, je zit gewoon eigenlijk helemaal binnen de kaders van de WOM. Mm-hmm. Dus er is geen enkele wettelijke grondslag om een demonstratie te gaan ontbinden. Maar je moest weg gewoon. Maar je moet weg, ze vinden het niet leuk. En je merkt ook heel erg, ze lopen echt te zoeken. En wat me heel erg opviel, wat ik al vermoedde, is dat de politie totaal niet op de hoogte is van de rechten van een demonstrant. En het is nu heel duidelijk geworden dat de politie zich echt als verlengde van de burgemeester laat misbruiken. Ja. Want hij heeft gewoon de opdracht en het zijn de agenten die de wet overtreden. Ja, ik noem het spelletje, het 1-2'tje wat de driehoek aan het spelen is met elkaar. Ja. Dat is continu wat er uitgeoefend wordt. Ja, maar die agenten weten het niet eens. Ze weten niet eens wat de WOM inhoudt. Ja. Het is echt, want je hebt dat voorgesteld aan zijn jongensluisterers, weet je wat dit is? Ik heb het voorgesteld, maar ik heb ook eerst ik ben vertegenwoordiger geweest, dus ik stel eerst vragen. Dus ik heb echt gevraagd door hen van, goh, weet jij wat de WOM inhoudt? En ze weten het niet. Dat was op Prinsjesdag ook, ik word aangehouden, is een noodverordening. Ik zeg, wat houdt die in? Ja, moet je googlen. Ja, daar sta je dan met een agent. Ja. Ja, ze proberen dan de verwarring erin te houden. Dus schiet mij maar lek. Maar goed, vrijdag weet je. Je ging niet weg, de politie wilde je weg. En toen werd Clint afgevoerd, je werd aangehouden. Ja, ik had van tevoren gezegd, ik werk mee, ik verzet me niet. En ik wil hier een statement maken. Dus ik ben netjes met de politie meegelopen. Je wordt even tegen een muurtje gezet. En er waren nog 2 dames. Vrouw van 75 met de dochter. Trouwens in Brussel waren ze ook weer, dus die zijn vrij fanatiek. Maar die waren dus ook gearresteerd. En de dame van 75, die verzette zich. Nou, en die is gewoon hardhandig gefouilleerd tot het onzedelijke toe. Nou, met handboeien aan. En mij raakt het als je zo met een vrouw van 75 gaat. Het is een hele krasse, want ik zou haar 50 jaar geven. Maar je ziet dan inderdaad die dochter hoe... Maar je ziet echt haar dochter. Ja, dat doet haar gewoon pijn, want haar moeder wordt er gewoon veel te hard aangepakt. Maar je staat er natuurlijk ook. En jij als degene die het organiseert, maar die mensen als demonstrant, omdat ze ergens wat vervinden en niet gehoord worden. En vervolgens word je gewoon afgevoerd in de handboeien. Ja, ja, dan zakt de moed om minder schoenen of je. Ik snap wel echt dat bedrukkend kan zijn. Ja, ik hou er dan altijd maar een beetje de humor in. Het is natuurlijk wat er gebeurt, is gewoon heel raar. En dat is gewoon, in een moderne tijdperk hoort dit gewoon niet zulke acties. Maar goed, je zit dan in een arrestantenbusje. Ik had er nog nooit in gezeten. En? Dat was een klein hokje. En ik zat dan met de dame van 75. En haar dochter zat dan apart van ons. Je wordt dan gefouilleerd. Je moet je schoenen uitdoen. En je gaat je celletje in. Ze brengen je speciaal naar Scheveningen toe. Kan blijkbaar niet in Den Haag. Vanmiddag kon het wel in Den Haag. Ja. En dan in Scheveningen dan houden ze je 3 uur in een volledig betonnen cel. Okay. Met een leren matrasje erin, dus je ligt er echt, het is gewoon koud, het straalt allemaal koud uit, het is zo... We zetten je wel even op de plek neer? Ja, dat is wel de bedoeling, ja. Okay. Dus dat, en toen? Nou, daar komt de officier van justitie bij en die zegt, je krijgt een strafbeschikking en je krijgt eigenlijk heel weinig informatie. En dan mag je teruggaan. Maar het is niet dat ze je even netjes terugbrengen, ze hebben je natuurlijk meegenomen. Maar het is gewoon gaan en zoek het maar uit hoe je terugkomt. Ja, het is geen taxi. Het is geen taxi. Ook zo, ook. Ja, oké. Geen vrienden maar die even thuis brengen. Precies.
Maar toen dacht je van, ja luister eens, dit is niet het spelletje wat ik wil spelen. Ik wil laten zien dat het grondrecht, het verenigen en het demonstreren geschonden wordt. Ik wil mijn punt en mijn statement kunnen maken. En je bent gewoon weer teruggekomen. Ja, voor mij is die Tweede Kamer gewoon een beetje het kasteel wat ik wil veroveren. Oké. Okay. En daarom ben ik dus op maandag weer gaan demonstreren daar. Toen stonden we met een mannetje of, ik weet het al niet meer, 25 denk ik. Nou, dinsdag hebben we er gestaan. Hoe reageert de politie dan? Van, er komt Clint hier aan? Of die denkt, nou, we hebben nu over onze kansen? Ze gaan weer lopen zoeken. Maar ik ga dus heel veel live op mijn Facebookpagina's. En daar benoem ik dus ook alles. En ik blijf iedere keer naar die WOM verwijzen. En op die manier heb ik dus ook heel goed nu kunnen vastleggen dat de politie inderdaad niet op de hoogte is van die WOM-wet. Dat ze er helemaal niks van af weten. Ja, en, in ieder geval verkeerd mee omgaan. Want stel je voor dat ze er wel van af weten, doen ze over neusbloed. Ja, maar ik blijf, ja, klopt. Maar ik denk dat ze er niet vanaf weten. Als degene wat net allemaal er staat, komt net van de politieacademie. En ze weten met een verkorte opleiding waarschijnlijk. Ja, zou ook nog kunnen. Maar ze weten het gewoon echt niet. Ja, heftig. Ja. Goed, dan was het. Gisteren, donderdag, stond je voor de Tweede Kamer. En je hebt met de politie overleg van luister eens. We gaan met meer mensen komen en we gaan vandaag muziek afspelen. Ja. Nou, ik ben dinsdag begon eigenlijk het een beetje te borrelen bij mij, want uiteindelijk kregen we gewoon toestemming, want we stonden met weinig mensen. En toen dacht ik eigenlijk van, weet je wat, ik moet die haka gewoon gaan doen daar. Ja? En kijken of ik de mensen zo ver krijg. En dat begint met een beetje luchtalarm en vervolgens begint er op zwepende muziek. Ja, en dan voor de Tweede Kamer. Ja, begin je te klappen en natuurlijk voor de omstanders is het ook leuk. Ja. Dus ik dacht van, weet je wat, ik ga gewoon die ieder kwartier doen. Dus toen heb ik Hans om toestemming gevraagd en kreeg gelijk het bestandje. En even een box gescoord om de haken daar te kunnen doen. Oké. Okay. Nou, vanmorgen zat ik nog van, ja, ik moet eigenlijk een microfoon hebben voor een tekst. Ja. Dus ik dacht, dat wordt een marktplaatje. Maar toen dacht ik in één keer van, ik kan ook even gewoon even een stukje tekst inspreken. En dan spelen we dat iedere keer af. En dat is dan een beetje een dommig idee, maar dat pakt dan fantastisch uit. Want ik had iedere keer eigenlijk... Ja, het is je zoektocht, toch? Ja, het is je zoektocht. Ja. Dus, ja, ik heb het filmpje vind je op de tijdlijn op YouTube en op Rumble. Wat er gebeurt. Ook de beschrijvingen vind je... alle linkjes vind je in de beschrijving uiteraard. Zodat je dat nog even terug kan zien hoe dat allemaal gebeurd is. Wat is dan voor jou de reden waarom je die extra stappen bent gaan maken? Want je vertelde al van ja, ik vind het belangrijk en ik zie dat het een andere kant op gaat. Maar daadwerkelijk opstaan en op straat gaan staan en je gaan uitspreken daartegen. Dat is al wel een heftige stap. Is er nog een andere reden dan dat je zegt, ja, ik wil dat alleen maar voor mijn kinderen? Nou, ik wil gewoon een mooie wereld en ik wil hier, ja... Ja, dus het zit gewoon van binnen mee. Leg dat uit aan de mensen. Want ja, het is, kijk, het liefst zit ik gewoon op de vrachtauto. Ja. Dat vind ik leuk om te doen. Ik heb een mooi raam in je kantoor, zeg ik altijd. En je kan lekker tot jezelf komen daar. Maar ik zit gewoon... ik heb natuurlijk lang in de verkoop gezeten. En ik praat makkelijk. En door mijn beurshandel kan ik ook goed verbanden leggen. Ja. En ik kan ook wel een wettelijke tekst kan ik wel redelijk lezen. Er zijn anderen die het nog veel beter kunnen. Maar ik heb wel zoiets van, oké, ik heb heel veel ideeën in mijn hoofd en ja, ik kan niks doen daarmee. Maar ja, ik moet daar wat mee doen. Ik moet die uitvoeren en soms zit er wel eens een slecht idee bij en soms zit er een idee bij wat door wat geluk heel erg goed uitpakt. Maar ik heb wel van binnen heel erg het gevoel van, ik kan hier een stukje verschil gaan maken. Ja. En wat er dan nog bij komt is dat ik vooral ook weer mensen eigenlijk terug weer een wat goed gevoel wil geven van, we gaan hier uitkomen. En ik wil ook misschien anderen wel stimuleren om nog een beter mens te worden als ze eruit komen. Want ik merk dat ik zelf ook groei als mens. Ja, wat ik heel erg ook, en dat was ook in het begin van 2020, dat mensen een houvast nodig hebben. Dus dat iemand zich het uitspreekt en vertelt en dat mensen zich daar aan vast kunnen klammeren van, ja weet je, ik vind dit ook, wat fijn dat dat zo is. Ja, had het met hoe heet je jongens ook alweer? De eventgroepen, weet je, dat je dacht, ah, dat wil ik ook. Maar goed, wat je nu daarin heb je geleerd, wat er gaande is. En nu sta je voor de Tweede Kamer de Viking Club te doen. En daar staat dan oma van 75 naast je. Ja, maar dan kom je, ja. Mooi toch? Ja, ik denk ook, en ik vind het ook een mooi proces, want het is net als netwerken zoals dat ik nu hier zit. Ja. Dat het inderdaad, ik denk ook dat het heel belangrijk wordt dat we die media gewoon opzoeken, dat ze niet meer om ons heen kunnen.
Want er komt nu echt, de doofpot is echt aan het opengaan, het deksel gaat er echt vanaf. En we moeten met z'n allen nu echt weer allemaal die verdeeldheid even opzij zetten. En allemaal met z'n allen weer keihard ervoor gaan. We hebben een hele mooie tijd gehad met alle viaducten die gevuld waren met vlaggen. Nou, fantastisch. De lichtjestochten moeten gewoon weer terugkomen. En je zal zien dat uiteindelijk er steeds weer meer mensen gaan aansluiten. En of het nu gefaciliteerd is of niet gefaciliteerd, het kan allemaal langs elkaar heen lopen. Ik hou zelf van het ongefaciliteerde en ik wil heel graag terug weer dat demonstratie. Jij bent van degene van een tikje harder, om het zo maar te zeggen. Ja, maar ook gewoon van dit zeggen we onder rechten, dit ja. Demonstratierecht. Maar ik ongefaciliteerd. Niks, je wil, ja, weet je, dat ja. Is even voor de duidelijkheid. Volgens mij is het ook zo dat je voor het goede wil staan. Dus je bent niet op zoek naar problemen, naar rellen, op dingen. Je wil oplossingen. Ja, klopt. Dat snap ik. Ik vind het leuk, want als ik een probleem zie, ik ga een probleem niet negeren, want een probleem blijft altijd bestaan. En dan krijg je over 2 jaar krijg je dat. Dat wordt alleen maar doormodderen. Dat probleem dat je genegeerd hebt, krijg je 2 jaar later krijg je gewoon weer op je bordje. Dat heb ik in de verkoop altijd geleerd. Als een klant zei, ik wil paarse kozijnen, dan kon ik dat gewoon negeren. Maar dan, op het einde van mijn verkoopgesprek zei hij, jammer, ik heb toch gezegd dat ik paars wil, en ik heb niks verkocht. Ja. Dus dan ging ik met die klant naar buiten. Ik zei, luister even meneer, ik heb uw steen bekeken. Mijn kozijnen gewoon 80 jaar mee. Die paarse kleur, ik zou het niet doen hoor. Ik zou samen een andere kleur uitkiezen die bij de steen past. En dan heb ik het probleem opgelost en dan kan ik met mijn gesprek verder. En dat is eigenlijk hoe ik ook een beetje in die corona sta. Een probleem kun je ook altijd oplossen volgens mij. Ja. Het ene kost wat meer creativiteit dan het andere. Mm-hmm. Maar een probleem moet je nooit uit de weg gaan. Als er wat is, moet je altijd kijken van hoe kan ik dat oplossen. Nou, je hebt dat probleem, heb je over demonstratieregels. We zien dat het steeds in wordt geperkt, terwijl je zelf ook aangeeft. En dat vind ik heel knap wat je doet. Op een hele rustige manier kan vertellen van luister, dat is het demonstratierecht. Je mag staan waar je wil. Je mag, weet je, dat hele verhaal wat je continu ook uitlegt in je streams. Dat doe je en dat kan ik wel heel erg waarderen. Want je kan het op een hele rustige manier kan je dat vertellen daarin. Dus dat vind ik wel heel erg tof. Je merkt het demonstratierecht met voeten wordt getreden. Ja. Je krijgt een klein beetje voet tussen de deur. Maar in Nederland en in de wereld kennen we een organisatie als een Amnesty. Ja. Die dit soort werk zou moeten oplossen. Ja, maar dat doen ze helaas niet. Ja. En je loopt daar tegenaan en je hebt Amnesty heb je aangesproken. Kan je daar een klein beetje wat over vertellen? Ja, nou, ik heb Amnesty aangesproken omdat ik inderdaad ook zie van Amnesty is gewoon een probleem. Omdat ze inderdaad, ze zeggen altijd dat ze voor de mensenrechten zijn. Ja. Maar zijn ze helemaal niet. Nu weet ik toevallig binnen viruswaarheid is dat ook meerdere keren benoemd. En de donaties zijn gewoon daardoor teruggelopen. Want je ziet wel eigenlijk de wakkere mensen. Ik vind het een verschrikkelijk woord. Ja. Maar de wakkere mensen is wel degene die eigenlijk... Degene zijn die donaties doen aan zulke instanties. En op het moment dat ze hun nog meer wakker worden en zien hoe fout zo'n instantie is, trekken ze ook die donaties want terug. Waarom is het fout dan? Want jij mag je demonstratierecht niet uitoefenen zoals dat volgens de grondwet mag. Je bent naar Amnesty en toen hebben ze gezegd, nee Clint, dit klopt niet. Nederland is alles goed geregeld. Tot ziens. Nou, ik vind dat zo'n organisatie die dat zo hard uitspreekt... Mm-hmm. Van wij staan daarvoor, want op het moment dat er een beetje demonstratie is en het demonstratierecht wordt heel hard geschonden, moet ze gewoon binnen een half uur ter plaatse zijn of binnen een uur. Ja, dat zou je verwachten van zo'n club. Dat zou je verwachten. Ja. Maar dat gebeurt niet. Gisteren kreeg ik een linkje van iemand en die kon ze eigenlijk inderdaad demonstratierecht gewoon ze blootleggen. Ja. Maar wat gaan ze doen? Ze gewoon groepjes oprichten van studenten, vrijwilligers, die moeten dan een heel jaar overal demonstraties gaan aanvragen met 4, 5 man. Dus dan moeten ze zelf heel dat traject moeten gaan doorlopen. Ze moeten reclame maken voor hun demonstratie. Ze moeten een demonstratie doen. Ja, sorry, het is geen goede tijden, slechte tijden. Kom een keertje bij mij kijken. Kom een keertje bij een ongefaciliteerde demonstratie kijken. Dan kun je vastleggen hoe het geschonden wordt. Ja? Nou, dat sta je... Dus, dat Amnesty, ik weet niet wat er nu achter zit. Willen ze weer terug... Ja, weet je, ik ben sowieso... Wij van Common Sense zijn helemaal niet zo met NGO's en goede doelen. Want die hebben een hele andere agenda. En daarnaast is het zo dat onze minister van Justitie en Veiligheid... daar begonnen is in haar carrière. Ja. Dus ja, weet je, de ene was de handen van de ander. En zoals Amnesty al verteld had van... in Nederland is alles goed geregeld, dus u hoeft niks te zeuren. Ja, daarom is met mijn actie ook goed... Want ik kan of aantonen dat ze hun leven gebeterd hebben en het goed doen. Mm-hmm. Maar de verwachting bij mij is altijd geweest, en dat zal het waarschijnlijk ook geworden, dat ik kan aantonen dat ze er helemaal niet zijn voor onze mensen. Ja. En dat vind ik dan wel belangrijk. Dan sta je voor de Tweede Kamer en dan zie je hele hordes met kinderen naar binnen gedrukt worden. Ja. Wat is daarmee aan de hand dan?
Dat is ook wel een mooie. Ik heb dus voor landverraders heb ik de verkiezingen gevolgd. Ja. Ik kon eigenlijk niet grote onregelmatigheden ontdekken. Dat is wel niet bij de landsverkiezingen, maar bij de regionaal, de gemeenteraadsverkiezingen. Ja. Maar het viel me dus wel op als ik daar rondliep. Ja, de containers die waren slecht afgesloten en noem maar op. Maar toen dacht ik van, moet ik toch even verder kijken, want het zit me toch niet helemaal lekker. En toen ging ik dacht van, ik ga een paar kieswijzers invullen. Keek op Amsterdam en toen zag ik in één keer ProDemos staan. Was ik totaal nog niet mee bekend. Mm-hmm. Dacht, nou, even googelen wat dat is. En ja. Toen zag ik in één keer ProDemos zit in Den Haag. Nou, alles van die maffiaclub zit in Den Haag. Je hebt de Pelsrijken zit erboven, zag ik. Wat zit ook in die toren? Nou, dat zit in... Boven Hotel Babylon zit dat. Ja. Gewoon Pelsrijk. Ik zag het gisteren pas. Ja. Ik wist het niet. Maar dat ProDemos is de landsadvocaat, toch? Ja, dat is de landsadvocaat. Maar dat ProDemos, dan ga je daarop doorgoogelen. En dan ga je even de jaarcijfers kijken. Dan zie je het Nijpel staan. Dan denk je, ja, hoe links wil je het hebben? Ja. Ga je nog even verder kijken. Dan zie je dus in één keer 2016 de kranten volstaan. Vooral Trouw. Dat George Soros daar zijn geld in gestopt heeft. En daar spraken de kranten toen schande van. Buitenlands geld in onze verkiezingswijzer. Hoezo? Nou, dat ProDemos, dat maakt dus inderdaad al die verkiezingswijzers. Ik zat bij mijn eigen vriendin, die 3 verkiezingswijzers zat ze in te vullen op haar telefoon. En dan baseerden ze daar de keuze op. Maar ja, het is allemaal van ProDemos. En wie betaalt, bepaalt. Hè? Als in de ondernemerswereld is het zo, wie betaalt, bepaalt. Ja. En de globalist Soros heeft daarin gezet en hij is dus degene die betaalt. En hij zit dus ook in de lagere schoolboeken, zit hij. Ja. White Tower, Brook Tower, ja. White Tower. 80% van de basisschoolboeken zijn... Dus overal zit die man met zijn geld in Nederland. Maar goed, ProDemos ging ik even op de website verder kijken. Van wat doen ze nu nog meer? Ja, wat doen en ze En wat blijkt nu? Dat hun dus klassen, rondleidingen geven om te laten zien hoe de Nederlandse democratie werkt. Dat zijn de groepjes kinderen die je elk uur naar binnen ziet voor een rondleiding. Nou, ik dacht dus dat het een paar per dag was. Ja. Alleen toen ik dat toevallig vallen bij een kerel die bij ons op het terrein als rangeerder. Dat is iemand die de trailers voor de dokken zet werkt. Ja. Oh, daar ben ik ook geweest met school en maatschappijleer. Nou, blijkt dus dat bijna al die kosten betaald worden door ProDemos. Waardoor bij de Tweede Kamer te staan, ik heb er in het verleden al een keer vaker gestaan. Ze komen gewoon elke 10 minuten, komt er gewoon een klas aan die een rondleiding krijgt in de Tweede Kamer. En dan kan ik me nog herinneren dat in 2016 Sigrid Kaag de kiesleeftijd nog 16 jaar wilde zetten. Ja. En dan gaat het in mijn hoofd allemaal werken natuurlijk. Oké, dat is allemaal die beïnvloeding. De kieswijze wordt gemanipuleerd. De kinderen worden geïndoctrineerd. En dan willen ze ook nog die kiesleeftijd naar beneden halen. Dat is allemaal maar om te zorgen dat ze op het plusje kunnen blijven zitten. Nou, dat ProDemos is ook nog een keer verschrikkelijk groot. Als je het ziet. Okay. Ze hebben echt heel veel panden daar boven de Q-parkeergarage. Bij het station. Ja, het is echt absurd gewoon. Wat een grote indoctrinatieclub dat is. Nou ja, de kinderen die worden door de Tweede Kamer heen geleid. En dan worden een soort van warm gemaakt voor hetgeen in de juiste denkrichting voor hun dan moet gestopt worden. Ik vermoed het. Ik denk dat ik zelf ook nog eens een keer een rondleiding ga aanvragen. Ja. Want je kan als... Duim in je mond meelopen. Nou, je kan als volwassene kan je ook een rondleiding aanvragen volgens mij. Dus ik ben wel eens benieuwd wat dat precies inhoudt en wat ze allemaal vertellen. Maar je zit dus inderdaad al die schoolklasjes en ja, ik weet ook zelf, was de meeste jeugd interesseert het allemaal nog niet zoveel. Die zijn blij dan ze een uitje hebben. Ja, precies. Even wat anders. Ja, maar goed, maar het was nu wel leuk, want we deden onze haken en de jeugd ging meeklappen. En dat vonden ze niet zo leuk bij ProDemos. Ja, prima. De tweede keer ging het jochie erbij staan tot hij hem eruit haalde. En gisteren ging ze ook aanspreken. Ik zeg even, goh, Google een keer. Want je hebt deze hele week er gestaan, toch? Dat... Ik heb er heel de week gestaan. En ik heb me ontzettend vermaakt. Dat kan je in de lives ook horen. Ja. Ik hou wel van een beetje overal tegenaan schoppen. Als je hier recht staat. Maar, ProDemos. Ja. Indoctrinatieschool. Jeetje, Clint. Wat heb je allemaal een hoop voor elkaar gebokst de afgelopen periode? Ja. Maar wel goed. De reden waarom we het gezond verstandgesprek hebben is dat we het ook, weet je, we worden al zoveel de mond gesnoerd. En we worden al weggezet en gecensureerd. Dan is het, denk ik, altijd wel fijn dat je gewoon even gewoon je verhaal kan doen en op een rustige manier kan uitleggen waarvoor je staat. En daar de ruimte voor nodig kan krijgen. Het is trouwens ook nog iets, qua censuur ben ik ook heel erg aan het zoeken van hoe kun je dat nu doorbreken. Mm.
En ik zou ook alle kijkers willen zeggen hoe belangrijk het is als je een leuke actie ziet om die te delen. En als je een groep hebt met twee personen, een Facebookpagina, laat dan één persoon de complotjes plaatsen en laat de ander zijn account schoonhouden zodat je geen shadowbanning hebt. Ik vraag nu onder iedere post ook altijd, of als ik van jou iets heb om te delen, maar iedere post vraag ik ook onder mensen om er gedeeld onder te zetten. De reden daarvan is, dan trigger je andere mensen ook weer om je post te gaan delen. Want het is heel belangrijk om die censuur te doorbreken. Die shadowbanning, ik heb het zelf gezien met acties die je promoot. Mensen krijgen 6 dagen later krijgen ze pas een melding terwijl je ze getagd hebt in een bericht. Puur om te zorgen dat de berichten er niet bij komen. Ja. En dat zal waarschijnlijk komen dat ik dan een shadowban op mijn account heb. Maar het is wel iets heel vervelends wat je hebt. Je kan ook als je één keer per dag, als je een groep hebt, één keer per dag kan je een ad iedereen erin zetten. Dan tag je iedereen. Als mensen het niet leuk vinden, ik zeg het ook, sorry, ik moet het doen om de censuur te doorbreken. Je kan de groep verlaten of je kan er doorheen scrollen, maar ik maak daar gewoon iedere dag gebruik van. Zichtbaarheid, heel belangrijk. En help ook de alternatieve media, Common Sense, Black Box. Deel die filmpjes, knip er een stukje uit of wat dan ook. Zorg wel dat de bron te herleiden is, maar plaats die stukjes. Maak iedereen groot. Nou, dat is ook wat we aan het doen zijn. Of dat hoeft niet per se vanuit Common Sense te zijn. Maar er zijn een hele hoop mooie alternatieve kanalen voor iedere smaak er wat in zit. Daarnaast zijn er natuurlijk heel wat actiegroepjes en demonstrantenclubjes die wat aan het doen zijn. En daarnaast zijn de mensen druk bezig in de politiek. Op het moment dat je iets tegenkomt en je vindt het tof, gooi gewoon even een duimpje omhoog en like het. Dan ben je al heel goed bezig, om het zo maar te zeggen. Maar op het moment dat je deelt of een reactie eronder zit, ben je daadwerkelijk in het algoritme bezig om te zorgen dat het wat hoger komt. We worden al weggedrukt, we worden al gecensureerd en verwijderd soms. Ja, dan is dat de manier om te helpen, als je erachter staat en het gunt ook. Ja, want iedereen heeft er echt last van. Die censuur is echt wel een dingetje. Want het is een enorme rem om acties groot te krijgen of om een kanaal groot te krijgen. Die censuur is echt een heel groot ding. En wat ik net al zei, een probleem met creatieve oplossingen, kunnen we daaromheen gaan. En dan hoef je niet van Facebook af te gaan of zo, want het kan best wel eens een handig platform zijn voor onze acties. Nou ja, om daarover in te hakken, de afgelopen deze week heb ik weer mochten we online, maar de afgelopen 2 weken heb ik een hele grote fout begaan op YouTube. En ik heb 2 weken lang mijn mond niks, ik mocht niks uploaden. En ik heb mijn mond schoon gesnoerd. En waarom? Omdat ik van de demonstratie op 2 oktober was uit Amerika of uit Canada overgekomen, Chris Kai. En zijn hele speech heb ik online gezet. En hij heeft 10 of 20 seconden het over de prik gehad en ik word verwijderd, ik krijg 2 weken straf. Ik mag 2 weken lang niks uploaden wegens medische misinformatie. En daarbij 90 dagen voorwaardelijk, dus als erbij komt. Dus ja, dan wordt de mond gesnoerd en niks anders. En nou ja, daarbij hebben we gelukkig nog het Rumble-account. Voor de mensen die het gezien hebben, kunnen we overgaan naar Rumble. En we hebben een nieuwe Facebookpagina hebben maar geopend. Want de algemene Facebookpagina voor Common Sense TV is ook verwijderd. En we zijn van Twitter afgegooid, we zijn van Facebook afgegooid, we zijn van YouTube afgegooid. Maar we komen steeds weer terug en we verzinnen wel. Ja, ze mogen het geluid niet horen. Ze willen, we vertellen natuurlijk wel wat anders dan het narratief zou moeten zijn. En overigens onderbouwd, want alles wat we vertellen, of het is een opinie. Maar op het moment dat we nieuws maken, dan doen we dat feitelijk onderbouwd. Met minimaal 3 bronvermeldingen erin die ernaar verwijzen. Maar ik denk dat bij dat gewoon YouTube en Facebook, dat Nederland gewoon wetten moet maken dat die censuur niet mag. Jaren geleden hebben ze in de VS een wet afgedwongen dat ze nooit verantwoordelijk kunnen gehouden worden voor wat anderen op hun platformen neerzetten. Ja. En nu gaan ze ons wel censureren om diezelfde reden. Ja, ze spelen dat juridische spelletje natuurlijk tussen wanneer een uitgever bent of wat anders. Dat is het spelletje wat ze spelen. Maar ja, ik kreeg de melding op van YouTube dat ik niks mag vertellen over de oorlog. Ja. Want als ik dat ging doen, dan zou ook het account verwijderd worden. Dus ja, dan moet je voor jezelf ook gaan censureren. Ja, ik wil dat niet. Ik wil gewoon, ik kan het best netjes vertellen, maar ik ga mijn mond niet houden. Je bent ook een nieuwsplatform. Ja. Dan gaan hun bepalen dat je niks over de oorlog mag vertellen. Is dat geen nieuws?
Nou, er gebeuren heel veel dingen buiten het feit dat we tegen oorlogen zijn. Ja. Dus ja, weet je, we zijn niet, we willen dat helemaal niet. En het is ook niet, het is niet ons oorlog, we hebben er niks mee te maken, we hoeven het niet te financieren. Natuurlijk is het vervelend dat we burgers een probleem hebben, maar wij promoten het helemaal niet, we zijn er tegen. Ja. Dus die hele instelling dat wij mensen zouden voor willen trekken, dat klopt ook allemaal niet. Maar goed, dat zijn dus de vooronderstellingen. En daarbij is het natuurlijk zo, je hebt het met YouTube, vertel je dat, ja, er moet een Nederlandse wet. Maar de Nederlandse overheid ligt in bed met YouTube. Ja, dat zou je dus inderdaad, maar goed, dat is ook wat nu, waarom ik nu zo gefocust ben op die regering. Mm-hmm. Want ik heb Pizzagate ben ik meegegaan eigenlijk in alles. Maar wat je wel merkt, je hebt nu een goed gesprek met mensen over de energierekening of dat Rutte dus een potje overmaakt. En op het moment als je begint over satanisch kindermisbruik, haken mensen af. Dus ik ben op dit moment, dat is mijn persoonlijke mening, moeten we er echt voor gaan zorgen dat we heel die massa wakker gewoon krijgen. En dan zullen we dus inderdaad, de groepen die het aandacht om besteden, moeten ook absoluut blijven bestaan. Maar als je zelf mensen probeert wakker te maken, moet je niet gelijk met al die complotten komen. Ik denk echt dat komt later. Want degene die inderdaad zich daarmee bezig hebben gehouden, want ik geloof er echt wel in, maar degene die zich daarmee bezig hebben gehouden, die zit in de regering. En die hebben nu op dit moment overal de controle over de rechters, hebben over de media hebben ze de controle. Dus we zullen eerst moeten zorgen dat die regering en die corrupte rechters weg zijn. En dan kunnen we die andere dingen gewoon aanpakken. Dus ik denk dat we inderdaad die kant op moeten. Maar je zit dus ook inderdaad, ja, nu zit je met het oorlogsthema. Het is een groot goed. Wij willen geen oorlog als mensen. Niemand wil oorlog. Nee. Het zijn onze regeringsleiders die de mensen tegen elkaar opzetten. Het is echt een massapsychose. Er zijn vroeger ook genoeg onderzoeken van geweest. Maar de mensen die van binnen willen geen oorlog. We willen allemaal liefde, kinderen zien spelen. En that's it. En allemaal gelukkig zijn. Helemaal mee eens. Weet je, Clint? Ja. Heel mooi weer. Zijn er nog dingen wat je heel graag wil vertellen? Zijn er nog wat we vergeten hebben te bespreken? Zijn er nog zaken wat we moeten aankaarten? Nou, ik denk dat we haast moeten maken met alles. Want je ziet eigenlijk hoe de agendas uitgerold worden en versneld. En ik denk dat heel veel mensen al het water onder de lippen staat. En ik denk ook dat er allemaal voor elkaar moeten zijn. En vraag inderdaad eens aan je buurman van hoe gaat het nog en trek je het nog en... Vraag het gewoon. Het is ook een manier van verbinden. Het is weer terug interesse tonen. En je gaat er zelf als mens ook van groeien. En ik denk dat dat gewoon heel belangrijk gaat zijn de komende tijd. Want ik denk dat het een hele zware winter gaat worden. Ja, weet je, met mensen die al natuurlijk tegen de lamp aangelopen zijn, die hebben al een financiële tik gehad. Maar ja, we merken het op de rekeningen. Iedereen merkt dat natuurlijk al. Dan word je nog een beetje door de oude media een verkeerde richting opgegooid. Want het komt daar vandaan. Ja, dan is het dan onze taak om mensen juist te blijven informeren. Ja. Maar de mensen moeten de straat op. Ik heb goede acties gehad. Maar ik had het nog leuker gevonden als er veel meer mensen bij geweest waren. Mm-hmm. Dus ik hoop echt dat we die vibe terug in krijgen dat we met z'n allen de straat op gaan. Hans Blankaart die zegt het ook heel erg. Dat iedereen weer terug de straat op moet. Want met op de bank blijven zitten gaan we het echt niet redden. We moeten echt die massa terug gaan creëren. Dus Samen voor Nederland ook. Ik ben er nu uit. David Icke komt. En ook die man. Misschien af en toe controversiële meningen. Maar sluit me niet buiten. En zorg dat je aansluit bij iedere demonstratie. Gefaciliteerd is ook goed. Dan kan je op verbinden. Je kan je batterij opladen. Net als wat ik in België had, of wat ik bij de laatste Samen voor Nederland in Den Haag had. Ik heb echt vlinders in mijn buik. Ik zie zoveel mooie mensen lopen daar. Allemaal met een eigen mening. Allemaal met een verschillend levenspad dat ze bewandeld hebben. Maar ja, we moeten de straat op. En zonder verdeeldheid. En niet elkaar afkraken. We lopen allemaal naar hetzelfde doel toe. Maar je gaat niet de soldaat naast je gooien tackelen omdat hij toevallig een klein beetje de verkeerde kant op loopt in jouw ogen. Want iemand waar je het niet van verwacht, kan wel eens de oplossing hebben, zodat dit allemaal stopt. Wauw. Dankjewel, Clint. Het kwam er lekker uit, want ik heb een fantastische dag gehad in Den Haag. Mede door alle mensen die kwamen staan. Ik heb er heel veel mooie mensen gezien en leren kennen. Dus, Even, want wat je gedaan hebt, heb je gedaan. Wat zijn de plannen voor in de toekomst? Wat, uh,
Wat gaat er verder? Heb je mooie ideeën of zijn er dingetjes aan het borrelen? Nou, ik ga nu even met het gezin een paar dagen rust pakken. En ik kom me dan ook eventjes beraden wat de volgende actie is. Hm? Ik ben van plan om voor ProDemos te gaan staan. Maar dat zal wel in de middag zijn, want dan lopen de klasjes daar. En dan wil ik het liefst met bordjes staan van Google, George Soros, ProDemos. Kijk op de jaarrekening naar Ed Nijpels. En kijk hoe de kieswijze werkt, een beetje in die trant. Maar in elk geval dat we de burgemeester van Den Haag weer kunnen plagen. En verder hou ik het in de gaten. Mondkapjesplicht in België als het terugkomt. Het is even afwachten. Ik sta voor hard voor onze kinderen in België in het Citadelpark weer. Iets rond de 20ste volgende maand of de 22ste. Maar dat kan je bij V-Media of bij Hans Blankaart op zijn Facebookpagina kan je dat terugvinden. Stay tuned. Dus zorg dat je de abonnementjes hebt en de pagina's gelijk hebt. Zodat je op de hoogte kan gehouden worden van alles wat Clint van Hoven en de mensen die daaromheen de rij aan het doen zijn. Ja. Dan koop een boxje. Dan kun je alles in de auto netjes luisteren. Niet op je scherm kijken. Dat mag niet. Maar, wel netjes. Ja. Zo deed ik het in de vrachtauto ook. Ik luister alle debatten. Ja. En als je alle debatten luistert, dan kom je erachter wat voor een poppenkast het is. Ja. Want Pieter Omtzigt heeft een heel mooi praatje. Maar dan ga je naar zijn stemgedrag kijken en denk je van, je was net een keer ontgaan tegen Mark Rutte. Waarom ga je dan wel meestemmen? Waarom ga je nu meestemmen met hem? Ja. Dus dat, dus een boxje. En als je naar je werk rijdt, kun je inderdaad of lekker een muziekje luisteren. Of je kan inderdaad eens een keer een black boxje of een Common Sense TV luisteren. En zet je weer aan denken. Ja, klinkt super. Ja. Ik wens je heel veel succes wat je in de toekomst gaat doen. Ik heb je al een paar dagen gevolgd. We blijven je natuurlijk doorvolgen, want wat je aan het doen bent, denk ik dat het heel positief is en moet gehoord worden en gezien worden. Dus dat blijven we doen. En, en als er wat aan de hand is, laat het weten aan de rest. Komt goed. Mag ik je een hand geven, Clint? Uiteraard. Mensen, dankjewel voor het kijken. Clint van Hoven, samen druk bezig met het aankaarten van demonstraties en zorgen dat Nederland er in ieder geval een stukje beter van wordt. Ik dank je heel erg voor het kijken naar het Gezond Verstand gesprek hier op Common Sense TV, aflevering nummer 11. Abonneer je op het kanaal, zowel op YouTube als op Rumble. Gooi een duimpje omhoog, volg ons op Facebook. En wil je alles nog even rustig op je gemakje nakijken, kijk in de beschrijving en klik op de link. Clint, nogmaals dankjewel. Ja, voor het komen. Uitnodigen. Heel graag gedaan. En mensen, een hele fijne dag. En graag tot snel. Hoi!